En we zijn weer terug voor het derde uur EVE Online. Ik ben nog eens gedokt. Ik heb mijn laatste missie afgemaakt. Mijn eerste opdracht geaccepteerd. En ik had de vorige keer al een beetje te kijken hoe het dan verder moest. En dat gaan we nog maar even kijken. Agents and Missions. Even kijken hoor. Hier heb ik een brief. Even kijken wat daar allemaal in staat. EVE Mail. Start your next chapter with us. En de fastest 90%, oké, whatever. Dat ga ik nog eens uitzoeken. Dat lijken gewoon players te zijn. Dit is een opdracht die ik heb. Laat datasheets in mijn cargo bay. Maar ik moet eens even kijken waar ik die zo weer precies allemaal moet halen. Dat was nog even de vraag. Dus dat gaan we eens even uitzoeken. Hoe haal ik die opdracht goed naar voren toe? Career agents. Dat was deze career agents. Start conversation. En hier stond het een en ander. Ik moest dus naar deze maan toe. Cooster 2, Moon 1. Federal Navy Academy. Dat is de pick-up location. Kan ik dat ergens in beeld houden? Als ik daarop klik. Ook kan die location. Set destination. Alright. Dat is dus hoe die link werkt. Dan kan dat dicht. Dan kan dat ook dicht. Dan kan dat dicht. Ik heb een destination. Even kijken of ik die destination ook al hier gezet heb. Route A? Nee. Objective. Maar hier zit geen destination. Dat is een beetje jammer. Dus hoe krijg ik die daar? Oh, hier heb ik iets. Set destination. Kallen Federation, oké. Okay. Undock. Mission cargo warning. Yes, dat klopt toch dat ik dat niet heb. Daar wil ik naartoe. Oh, dat is deze plek. Alright. Oké, okay, daar klikte ik ze nu op. Ik ben undocked. And you need to pick up. Oké, okay, ik kan weer terug. Docking permission requested. Docking request accepted. Dus hoe laat ik die papieren in mijn cargo bay? Laat ik nog eens even kijken hoe het precies moet doen. Set destination. Laat ik eens even proberen beter te lezen. Start conversation. Daar heb je informatie. Drop of location cargo. Dat zijn die, is die cargo. Hoe krijg ik die in mijn bay? View market details. Attributes industry. Oh, dat was blijkbaar een time interval, geen bonus. Oké, okay, rewards. The following rewards will be yours. Collateral. Prior to accepting this mission, the following must be provided by you as a collateral to be returned upon your... Dat moet ik betalen? Ja, oké. Okay. Fine. Maar ik weet nog steeds niet hoe ik de dingen moet... moet laden.
Description services. Okay, upgrade to Omega. Lijkt me slecht te haken. Time per run. Outcome required. Fighting contracts. Accept. Yes. Oh my god. You will pay. No, I will not. I don't have that money. Close. My contract. No contract found. We can create one more contract. We zien het wel. Datasheets, oké. Next. Start bidding. Next. Oké, ook duidelijk. Dus ik kom er niet zo erg veel verder mee, omdat ik gewoon niet goed weet wat er nou aan de hand is en of die missie nou niet overlopen is. Kan ik die missie teruggeven? Quit mission. Yes. Laat ik nog eens even kijken wat hier, hier te doen valt. Oké. I have no jobs available for you. Oké, okay. Ik heb dat verprutst. Oké, okay. Nou, mooi is dat. En nu? you know what? Ik kan natuurlijk ook gewoon maar een stuk vliegen. Hey, boo, dude, I need a second chance. Sneu is niet beter doen. You know what? I'm just gonna fly off to some other destination and see if there's business. And dog. Okay, laten we even kijken. Warp drive active. Oké, nou in ieder geval kan ik ergens heen komen. Wat er dan te vinden is, dat zien we wel. Ik warp tot in 10 kilometer afstand.
go. Ik kan zeggen dat ik een tour reis, maar... Dan zeg van, hoe hard? Afterburners aan? Pak die snelheid op? Nee, niet. Warpwind in 0 meters. Click target. Okay, warp. Dan kan ik dan zien of ze er al aan begint. Ik ben natuurlijk binnen die afstand, dus nul. Zo belachelijk dat ik niet weet hoe ik moet rijden. Stop mijn ship, activate autopilot. Autopilot engaged. Autopilot. The solution. Autopilot disabled. No waypoint set. Okay. Oh, dit waren mijn wapens. Wacht even. Dit was mijn gewone drive. Ja, er zat een S, die zou, dat is voor mij warp. Hey. Maurice? Ja? Zal ik jou ook het adres geven van de nieuwe WOT DAS server? Oh, ja, is goed. Ze hebben hun eigen DAS opgezet. Dus een, ik kom zo terug. Je krijgt een linkje toegestuurd. Komt er zo aan. Moment. Ja. Ja, trek. Ja, even Moos toevoegen hier zo. Grote volksverhuizing. Nou ja, goed. Als ze niet kunnen vinden, kunnen ze die vinden. Oké, ik heb een linkje. Even kijken. Ik zal eerst even als friend ook editen. Zo. En dan message. Als je op deze link klikt, zou het goed moeten komen. Oké. Okay. Thank you.
Even kijken hoor, jij zegt toch... Ik heb je een... Oh. Als het goed zie je ergens een eentje staan, of een tweetje misschien wel zelfs. Ja, eentje. Dus een ene was een friend request en de andere is een linkje van de andere servers. Daar klikt, dan zou je daar heen naartoe worden gegooid. Of anders krijg je een extra icoontje erbij. Oh, deelnemen. Ook ja. Op Discord is dat. Dat is ook op Discord, dus ze hebben ze gewoon hun eigen WOT DHS server. Met een eigen icoontje, oh. Dus daar kan je dan direct heen. En dan krijg je hetzelfde wat je bij jou, dat je dat krijg je gewoon in dat lijstje aan de linkerkant. Ja, precies, okay. Maar Jonathan heeft die andere opgezet. Ah, en waarom mogen we, waarom zijn ze al bij jou weg dan? Weet ik veel, ga ik niet over. Ik ga me ook niet, het maakt misschien wel druk over, maar niet openlijk. Oh ja, af en toe snap ik er af en toe helemaal geen reet meer van, precies. Weet je? Nee, ik kan er wat van denken, maar het heeft helemaal geen zin om dat allemaal te zeggen. Dus ga er gewoon lekker daarheen. Daar waren 3 man aanwezig, dus daar kun je gewoon bij. Ik zit hier een beetje... Ik zit toch wel een ander spel te spelen op dit moment. Ik ben wel wat anders te doen. En dan... Nee, oké. Okay. Ja, ik vind het wel leuk, die muziek toch al op de achtergrond. Ja, nou ja, dat mag ook. Je mag blijven hier. Ik ben hartstikke welkom, hoor. Ja. Kom maar goed. Als ik niemand wilde zien, dan had ik wel Discord uitgezet. Ja, dat is waar. Maar je snapt wat ik bedoel. Af en toe kan ik het allemaal niet meer volgen. Nee, nou ja, ik denk dat... Kijk, Jonathan betaalde voor die andere server. En hij is dat misschien een beetje zat. En zeker als wij dan op Discord zitten, heeft voor hem hebben gezien om dat TeamSpeak te betalen. Dus daar gaat hij denk ik nu mee stoppen. En hij heeft onmiddels ook geleerd hoe hij met Discord een klein beetje moet werken. Hij heeft een ander spel gespeeld waar hij Discord moest gebruiken. Dus hij bedacht van, nou, dan kan ik nu wel een Discord server opzetten voor onze clan. Nou, dat is helemaal geen gekke gedachte. Nee, oké. Okay. Hooguit is dubbel werk. Ja. Ik trek die link aan en ik heb er ook in staan. Dus, ja, precies. Ik zoek gewoon uit waar jullie zitten en dan kom ik er vanzelf. Nu weet ik niet of dat Banaal en Hooper zit in ieder geval daar. Ik geloof, die buis het ook. Dus daar zit in ieder geval een paar man. Hoe heet dat? Rob? Ja, Rob die heeft ook al het adres. Ik heb Rob gisteren ook al gezien. Dus iedereen is er al bijna geweest. Dus, oké. Okay. Maar ja, je weet dat Rob is mijn maatje, dus... Ja, dat weet ik. Nee, dat is heel belangrijk. Maar je komt online om met je vrienden te spelen, toch? Ja. Ja, zo werkt dat. Nee, dat komt goed. Maar kijk, ik zit dit te doen. Ik zal even gauw mijn scherm delen. Dan kan je zien wat ik aan het doen ben. Een scherm delen? Hoe doe je dat dan weer? Ja, zie je nou een rode tekst achter mijn naam staan? Als je daarop klikt, dan kan je een stream joinen. Dan kan je zien wat ik aan het doen ben. Ik zie helemaal geen rode streep achter je naam staan. Achter mijn naam zie je het woord live staan. LIEVE. In het rood. Nee, ik heb nog deelnemen staan. Dat heb ik gevonden. Oh, ja, dat heb je natuurlijk gevonden omdat je naar de andere server aan het verhuizen bent. Nee, ik heb het er nog niet op gedrukt. Nee, maar dat... Dus, doe het maar wel. Ga er maar gewoon heen. Dan heb je dat maar, dan is dat in ieder geval het proces afgerond. Anders heb je daar niet gelikt. En dan heb je dat adres niet. Dus met je jammer. Je kan altijd terugkeren hier door gewoon op het witte plaatje met een kistje te klikken. Ah, oké. Die heb ik gewoon alweer. Ga er eerst maar heen. Dan weet je wat er gebeurt. Ik kom zo weer terug. Daar rustig aan. Oké. Ja, hoe kom ik hier nou weer uit? Oh ja. Oh ja, horentje was dat. Veel klikken. Nou, ik kan ook niet dokken. Dat is toch te ver weg. En ik weet ook niet hoe ik gas moet geven. Wat erg. De W in de meeste spellen is gas geven. Naar voren toe. Maar ja, ik zie geen afstand veranderen. Nou ja, heel langzaam. Blijkbaar ga ik er heel langzaam naartoe. Ik heb wel een extra drive aanstaan waar die vrij hard mee kan. Maar kan ik nou ook zelf zien hoe hard ik ga? Nee, niet zo goed. Warp within. Warp within. Align to. Track. Nou is track toe. Kijk dan een ander icoontje. Nee. Show info, save location, view planetary industry, remove planet from drive, customs office, approach.
Oh, oh, dan gaat hij de andere kant op. Dat is niet de bedoeling. Of was dat de planeet en is die en is mijn andere ding ergens anders? Oh, dat is een custom office. Oké. Okay. Daar kan ik al dinges. Access custom office. Circle. Warp within. Ik wil gewoon docken. Kan ik het ook nog? Rechte muisknop. No lounge parts available. Oké, okay, dus daar heb ik helemaal niks aan. Hey, Pet. Yo. Ik heb helemaal niks aan. Ik zie een lijst dan. Oké, lijst. En vraag. Nee, dan zie ik dat er een berichtje kan schrijven naar je. Ja, ben je nou op die andere server geweest? Ja, ik heb even gedacht gezegd. Maar ik ben gewoon benieuwd wat jij live liet zien. Dus nou ik, ja, zie nu, ik zie nu het woordje live, maar als ik daarop druk, zie ik jou. Klik eens eerst op, gewoon op lobby kantine, zodat het geselecteerd is. Is het in de lobby kantine? Ja, maar als je erop klikt, dan als het goed is, dan zie je aan de rechterkant zie je nu vier vlakken. Eentje met Groovy, eentje met jouw eigen naam, eentje met mijn naam en dan iets met een livestream die je kan joinen. Oh, bekijk de stream. Ja. Juist, dat zit ik nu te doen. Maar het is een ingewikkeld spel en ik ben de weg kwijt. I'm lost in space op het moment. Ah, oké. Okay. Dit is mijn ruimteschip. Ja, ik zie het. En ik wil eigenlijk daar op een ergens achter me wil ik dokken. Maar ik weet misschien niet zo goed hoe ik mijn schip moet besturen. Erg vervelend. Erg onhandig. Hij keert niet wel om, dat is wel heel wat. Maar hoe kom ik daar nou? Volgens mij sta je nou op zijn kop. Of ligt dat weer Nee, het is een beetje een gekke vorm schip. Hij is een beetje asymmetrisch. Dus als je aan de voorkant kijkt zo. Oké. Oh. Dan zie je hier is de cockpit of zo en dit is allemaal motor en hier zit de kanon op en dat is wat flauwekul. Oké, dus je bent eigenlijk zeg maar Star Wars aan het spelen, zeg maar. Ja, zo moet ik het zien. Zoiets, ja. Dit heet EVE Online en het is ook een spel, je kan niet winnen, je kan niet verliezen. Als je schip ontploft omdat je iets verkeerd gedaan hebt, dan zit je nog steeds, ben je nog steeds een leven in een soort lifepot. En als je dan maar genoeg credits hebt, dan kan je een ander schip kopen. Oké. En dat kan je natuurlijk ook net als bij steeds betere schepen hebben. En, ja, dat zeggen ze steeds betere tankjes, maar je krijgt gewoon geen steeds betere tankjes. Het kost alleen maar meer geld. Je kan in deze ook geld uitgeven, maar aan de andere kant is ook zoals ik nu zelf doe. Dit is mijn derde uur in de game, ik speel hem gratis. Maar ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb eerst zeg maar 8 missies gespeeld met hulp van een computer die me vertelde wat ik moest doen. En nu ben ik er op mijn eentje en dan speel ik nog niks. Kom maar bekend voor. Ik probeer daar te komen, maar ik weet niet hoe ik gas moet geven. Warp within. Staat het niet bij je instellingen, bij je de knop van instellingen? Dat je bijvoorbeeld moet drukken van gas, zeg maar, weet ik veel. Ja, dat zou kunnen. Ik heb wat gedaan, hij is wat aan het doen, hij keerde weer om, dus dat zal op zich goed zijn. Maar, even kijken, shortcuts. Nou, commando's. Even kijken, gas geven. Combat, general, navigation. Accelerate, num plus. Oh, dat is het plusje gewoon op een numeriek toetsenbord. Oké. Okay. Goeie tip was dat. Please wait, zegt hij. Hij is onderweg heen, ergens heen, maar vraag me niet wat. Kijk, de motor staat nu in ieder geval aan. Ja, maar waar ga je heen? Ja. In space and beyond. Ja, ik denk hier naartoe. Ja, maar wilde je daar ook heen? Nee, ik wilde daarheen. Ja, daarom. Jij zei net, ik ben net omgedraaid, dus je moet eens weer terugdraaien. Kijk, ik heb gewoon gezegd warp toe. Warp, dat hij gelijk erheen gaat. Track.
Oké, andere truc. Kan ik hem ook cirkelen of zo? Wat is dit? Track. Dat staat aan. We zijn nog niet omgekeerd. Oké, er is ook nergens een ander navigatieding. Even kijken of ik dat kan vinden. Inventory. Wat is dit? Nee, veel te moeilijk dit. Ik heb hulp nodig. Ja, ik heb al uitnodigingen voor ook allerlei clans en toestanden. Dus ik denk, misschien moet ik maar gewoon ergens joinen, dus we kunnen uitleggen hoe het spel werkt. Dan ben ik alleen de grootste noep, daar heb ik een hekel aan. Ah, dat kan ook wennen, hè? Dat kan wennen, maar hey. Je hebt allerlei soorten gekke mensen en ik ben er één van. Even kijken, wat is dit? Show of set destination. Oh, als ik er niet uitkom en dan ik doe het 4-5 keer en dan lukt me dat nog niet, dan geef ik maar gooien, dan speel ik niet meer. Ah ja, dat kan. Ik heb de eerste 2 uur van in het spel heb ik opgenomen. Dit is mijn 3e uur, dan ben ik ook aan het opnemen. En die ging ik posten, zodat de anderen kunnen zien hoe moeilijk of makkelijk het spel is. Maar als ze dit kijken, dan denken ze allemaal van fuck dit. Dat ga ik dus niet doen, dat is te moeilijk. Nou ja, oké. Oh, dus ik kom ook in het geel naar voren. Ja, ze horen je stem. Ja, oké. Ja, god, hoe is het? Ik vlieg ergens langs, wat is dit dan? Ik vlieg langs een ruimtestation. Oh, wat is dat? Customs office, approach. Oeh, hij neemt een bocht. Maar is dat een garage? Nee, dat is de douane, zeg maar, om spullen aan te geven. Maar ik heb niks aan te geven, want ik heb niks bij me. Dus dat is makkelijk. Ja, misschien heb je wel een drinkelie bij je. Ja, nee, maar ik moest een missie doen, maar ik wist niet hoe ik de cargo, de lading, in mijn laadruim moest krijgen. Dus ja. Ik ben maar leeg vertrokken. En ik heb het maar laten gaan. Ja, misschien staat dat ook weer in die nummer dingen. Ja, nee, vast wel. Alles is een oplossing voor, maar ja. Orbit. Oh ja, je hebt gewoon niks... Je hebt de instructies niet gelezen. Nee, ik denk, ik kan dat wel. Oh ja. Ja. Dus zeg maar, je krijgt een F-16 onder je neus. Je hebt nog nooit gevlogen. En je denkt van, nou, knoppen, stuurknuppel. Hoe moeilijk kan het zijn? Dat is makkelijk. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik bedoel, in de ruimte. Waar kan je tegenaan vliegen? Nou, weet je hoeveel bagger er allemaal in ligt? Nou, dat blijkt wel. Laten we kijken, man. Het is wel, ik vind het wel mooi eruit zien allemaal. Maar ja, daar loop je ook niks voor. Maar als je de hele dag in dat zwarte gehemelte loopt... Nee, als je voor de rest niks in interactie hebt met het rondvliegen, dan is het best snel klaar. Dat is ja, ik ben er vrij zeker van dat ik hierheen had gemoeten. Maar ik weet niet hoe ik moet komen. Oké, ja, ik weet het ook niet. Dit is echt de warp within 10 kilometers. Maar ja, autopilot, weet ik ook niet meer hoe ik die aan moet zetten. Dat is ook ergens te doen, maar ja. Nou, dat staat er misschien ook in je menu. Add contact. Er staat misschien je control in caps lock in drukken. Even kijken, als ik zo hier zit. Shift. Kijk, als ik op mijn toestel kijk, stop mijn ship. Nou, dat klinkt... Oh, dat is ook activate autopilot. Autopilot auto. Engaged. Warping to Stargate. Warp drive active. Warp drive active. Oh, moet je kijken wat er nou gebeurt. Dit is gaaf. Dan gaat hij met de lightning speed. Oeh, zie je dat? Ja, ik zie het. Dat gaat wel snel. Ja, zie je de planeet? Schiet er voorbij, man. Daar, die planeet. Hoe snel kan je er voorbij komen? Kijk uit, en zo dan is je dingetje op, hè? Ja, dan mag benzine op, ja. Ja. Oké, ik ben ergens hier zo. Stargate. Oh, kijk eens aan. Oh, dit is een Stargate. Oh. Ja, als je daarin gaat, dan kan je weer heel snel ergens anders naartoe vliegen. Maar ja, ik weet niet waar ik heen moet. Dus het is wel leuk bedacht dat ik ergens heen ga, maar... Oh. Autopilot jumping. Iemand anders een ruimteschip. Wat een ding. Oké, nou ga ik door de Stargate heen. Ik ben weer ergens uitgekomen.
Warping to Stargate. Warp drive active. Ja, waar ben je dan? Ga ik naar de ik moet een paar van die Stargates moet ik blijkbaar volgen om ergens te komen. Dus dat geeft niks. Ik heb autopilot, dus het gaat goed. Oh. Zie je de volgende Stargate? Kan je het geluid ook horen of niet? Ja, ik hoor jou. Ik hoor de muziek, maar niet... je hoort hem niet praten zo nu dan? Nee, ik hoor hem niet praten. Hij nu entering Stargate, zegt hij. Ah, oké. Okay. Dus zometeen word ik weer door zo'n tunnel heen geleid, tot ik uiteindelijk ben waar ik moet wezen. Invite to join SDD. Wat is dat? Een clan of zo? Ja, dat zal wel. Ja, maar ik had eens een andere gozer die had me gewoon allemaal gratis spullen gegeven als eerste uitnodiging. Dus dat is misschien ook wel dan iets. Ja. Even kijken. Gaat hij weer naar een andere Stargate? Oké, dat is een lange reis dus. Nou, er is ook een andere sterrenkaart, dus dit ding denk ik. Dan kan je zien waar je in de ruimte ongeveer bent en in welke. En dan maar alleen in dit deel. Je ziet heel veel kleine lijntjes. Dat zijn allemaal andere sterrenstelsels en andere planeten en zo. Dus de ruimte waaronder je kan reizen is echt ontzettend groot. Nee. Ik heb heel vroeger een game gespeeld, die heette Elite. En dat was in 1990 ergens. Dat was allemaal van de monogram, allemaal die wires zeg maar, want ze hadden geen 3D beelden. En dat vond ik ontzettend leuk. Dus ik dacht van, dit lijkt erop, alleen dan mooier. Ik denk, wie weet, kijk het onder de knie. Maar voorlopig... Maar goed joh, luister, of je naar het ene game of het andere game je tijd verprutst, dat maakt ook niet uit. Nee, dat is waar. Nou, ik ga je wel zeggen, veel plezier, hè? Ik ga even kijken of ik nog kan botten. Ik ben al een week niet online geweest. Oh, dus, jezus. Ja. Nou, schiet ze. Misschien kom ik daar ook nog wat daarheen. Ja, komt maar goed. Hoi. Rustig aan. Hoi, hoi. Hey, hoi, hoi. Warping to station. Warp drive active. Warping to station. Oké. Okay. Nou, dat is altijd mooi. Ja, dan ben ik gewoon weer waar ik begonnen was. Denk ik. Approaching station. Docking permission requested. Docking permission requested. Docking request accepted. Autopilot disabled. Waypoint reached. Oh my god. Redeem to current station? Yes. Oké, ik ben weer gedokt. Lijkt erop dat ik weer op de plek ben waar ik begonnen ben. De Federal Naval Academy. Dat is mooi. Fijn. Gaan we nog eens even kijken bij die agencies. Set destination. Oesh. Nee, dat wilde ik helemaal niet heen, joh. Dan moet ik weer eens daarheen. Oké. Ga ik weer door dezelfde gates heen. Is dat erg? Dan ga ik er gewoon heen. Moet ik dan automatisch undocken? Kan ik dat instellen? Set destination. Verder al hup-hup hoef ik niet te zien. Sightseeing. Wist de landmark site.
show info. Racing Grand Prix, dat mag, dat ik heb wel, ik heb er geen zin in. Ik vind dat moeilijk genoeg om allemaal te doen. Agents en missies. Mission agent. Lijkt iets gedaan te hebben. Een dok. Oh, daar vliegt nog iemand. Autopilot. Route A, jump. Copy. Ik moet uitvinden hoe ik dat ding bestuur. Ik word er net gek van. Where's my ship? Oh, hier. Kom ik daar vandaan? En zo ja, waar ga ik heen? Ja, de afstand is groter, dus daar kom ik vandaan. Oké. Okay. Wat zegt dit? Save location, show on map. Ja, save location, dat lijkt me een beetje onzinnig. Ik wil mijn autopilot erin stellen. Autopilot engaged. Daar moet er ook een snelle knop voor zijn. Als deze is autopilot ook knop gebonden. Warping to Stargate. Warp to Stargate. Active. Pusha, let's go. Sharp turn. Oké, ik heb de autopilot opgevonden. Dat is een hoop makkelijker. En ik ga naar Stargate, dus ik zal weer een paar jumps moeten maken om te komen waar ik wil zijn. Oké, dit is een Stargate. Maar die jump maakt hij automatisch. Hoop ik. Approaching Stargate. Yep, okay. Helemaal cool. Even wat brandstof extra in pompen. Who are you? Autopilot jumping.
warping to station. Warp drive active. All right. Approaching station. Oké, okay, het lijkt dat ik op mijn destination weer ben. Wat het ook is. Docking permission requested. Yes, please. Docking permission requested. Docking request accepted. Fijn, dank u wel. Kost zeker een hoop geld al, toch? Autopilot disabled. Waypoint reached. Oké. Okay. Nou, ik ga wel nergens heen, dat is duidelijk. Ik denk eerst maar even YouTube-filmpjes gaan kijken over handling van wat ik moet doen. En dan laat ik het eventjes hierbij. Mocht je deze ellende gezien hebben, veel plezier ermee. Tot de volgende keer.